NEC speelde vanavond de belangrijke degradatiewedstrijd tegen Excelsior en het verloor met 0-1. Dramatische avond voor de Nijmegenaren. Na afloop spraken we met Robin Boualda en Joris Del. Nou, Robin, deceptie vanavond. Ja, nee, klopt. Is niet goed dit. Het zat er wel in, dacht ik, had ik het idee. Ja, ik denk ook dat wij de eerste helft eigenlijk gewoon beter waren. We vonden ons wel sterker. We creëren alleen gewoon niet genoeg kansen waardoor we kunnen scoren. Dus ja. Joris, what a sad night tonight. It's it's a terrible feeling. We lost again, and it was better during the game. We tried to create something, but it was not the shot on the goal, and difficult to score. And we took a goal in the first and the last action they had. It was perfect goal, and we have also no luck. Everything is against us. Ik heb gewoon alles gegeven vandaag, en ik kon helaas niet door. Ik kreeg weer een tik op mijn enkel, waardoor ik weer even voelde. En ik heb gewoon alles gegeven vandaag voor het team, en het was gewoon helaas niet genoeg. Of course, if we score a goal, we have more chance to win the game. But the problem is also that we take a goal, and it's not going in the right way. If we can't take one point, and if we don't take a goal, we can't take one point. So. Weinig aansluiting ook vanaf het middenveld naar de aanval. Ben je het daarmee eens? Er lag een heel groot gat. Ja, nee, inderdaad. Meer aansluiting moeten hebben. Maar ja, waar dat precies aan lag, weet ik niet. Waar de jongens misschien vandaan moesten komen, was misschien te ver weg of zo. Ik weet niet, we moeten terugkijken. Maar inderdaad, niet genoeg aansluiting voor de voorhoede. Ja, it's everything difficult at this moment. And one time more. I have to say that we keep going. We weten dat, dat we niet de beste kwaliteit hebben op dit moment. Of niet in de juiste vorm zitten. Want we hebben wel wedstrijden gewonnen. Alleen nu gebeurt het gewoon niet meer. En ja, je wordt er gewoon een beetje hopeloos van, inderdaad. En radeloos van. En want het komt nu zo dichtbij, weet je wel. We willen dit helemaal niet. En op dit moment is het gewoon niet goed genoeg. Ja, we have to keep going, even if everything is against us.